Mevrouw, zou u even willen komen kijken? Ik maak me wat onrust. Ja. Jonas Kenis. Hij kan. Harry, dag Jonas Amar. We waren het. Oh. Dat ga ik doen. Zet jij eens achter terug? Achter terug? Wat heb ik je beloofd toen je 10 werd? Mocht ik echt eens terug? En wel? Yes! Jongens, begint! Och, het is niet waar, dat stom televisieprogramma. Jonas! Had je gezegd 10 jaar dat je hier achter terug wilt staan? Alsjeblieft, papa. Allee, maak dat je weg bent. Samaritan. Voor een wereld zonder zieken. Nog nooit is de levensverwachting zo groot geweest. Dankzij ons nationaal donorsysteem. Mijn broer kreeg nieuwe nieren. Mijn vrouw een nieuwe leven. Mijn papa een nieuwe maag. Mijn man een hart. Ons nationaal donorsysteem. 1 voor 5. 1 mens redt 5 levens. De loting van 1 gezond persoon als onmiddellijke donor voor 5 anderen. Het is bewijs dat ons land vooruitstrevender en sociaal geëngageerder is dan onze buurlanden. De donorwet die levens redt. Mijn nieuwe maag geeft me een nieuwe kans. Ik ben de donor eeuwig dankbaar. Ons kleindochter werd geselecteerd als donor voor Samaritan. Wij zijn zo trots op haar. Samaritan! Ijo! Welkom bij Samaritan. Een zeer speciale feestelijke trekking. Voor de viering van 50 jaar Samaritan. Een loting waarbij 5 kinderen worden gered. Wie wordt vandaag de gelukkige? De lucky one! En de winnaar is... Godverdomme! Jonas! Kitty! Komt op de Jonas! Jij bent geselecteerd als donor van 5 kinderen. Cinco bambini! Jonas, jij bent een held. Hé, hey, papa. Goed. Kijk, ik ga mijn hersens ook gebruiken. Zo dom ben ik dus niet, hè? Zeg, is het eigenlijk mijn vader?
De operatie is om 6 uur. Ja, maar wij gingen toch eens samen naar Canada varen? Zeg, papa, ik ben eerlijk geloten. Jonas, denk eens na. Je zegt zelf dat je niet dom bent. Maar na die operatie is het gedaan, hè. Kijk, papa. De laatste nieuwe. Zet me eens even op. Waarom? Lach, kille, zomaar. Vaar maar. Nee, papa, laat mij liggen. Uw zoon is meer waard dan de mijne, of wat? Wat is hem? Wat is hem? Mijn zoon gaat dood en dat is uw schuld! Moordenaar! Moordenaar! Stel het u voor. Je zit met 6 mensen op een reddingsloop. Je kunt er 5 redden door er 1 overboord te zetten. Wat doe je? Ik heb hem laten stinken. Schatje, die 5 kinderen zouden gestorven zijn aan hun eigen ziekte. Onze Jonas niet. Door hem te laten vallen, hebben we hem gered. Je moet je geen zorgen maken, die breuken die zullen wel genezen. Hm? Alleen die gescheurde lever, dat is wat anders natuurlijk. Door er 1 overboord te zetten, kun je er 5 aan de redden. Tekent en hij krijgt een nieuwe lever van Samaritan.
bij Samaritan. Wie wordt vandaag de Chosen?